Nog 20 seconden te spelen. Een gelijke stand als Daniel Harms hier de 20-21 op het scorebord schiet namens stopjustlease.nl. Is het nog wel heel even spannend, want PKC mag nog één keer aanvallen. Die bal wordt gemist. Sterker nog, de bal wordt heroverd door Top. En dan wordt het feest alvast gevierd op het veld. Met nog een paar seconden te spelen leidt Top natuurlijk geen balverlies meer. En is de overwinning binnen. Top voor de tweede keer in de clubgeschiedenis Nederlands kampioen korfbal. Ja, ongelooflijk spannend. Maar ja, je weet, PKC Top zijn gewoon de beste ploegen van Nederland. En het is mooi dat je dat dan in de finale hebt. Dan weet je, het zal niet goed worden, maar in ieder geval wel spannend. En ja, dat is gebeurd. In dit scenario kun je natuurlijk ook tegen een ongelukkige bal aanlopen. Kan je ook gewoon verliezen. Dus ja, wat dat betreft, maar dit is wel een mooie ontknoping om in de hooi te hebben natuurlijk.